Sinds de A6 bij Almere is verbreed, kan je hier meestal prima doorrijden. Anders is het op het stuk tussen Almere en Lelystad in. Daar bestaat de weg maar uit twee rijstroken en dat levert zeker tijdens de spits nog wel eens wat files op. Er zijn dan ook al langere tijd plannen om de weg ook daar te verbreden van 2 naar 3 rijstroken in elke richting. En om in de buurt van Lelystad Airport een extra afrit aan te leggen. De bedoeling was dat de werkzaamheden in 2021 zouden beginnen en ze dan eind 2023, begin 2024 helemaal af zouden zijn. Net als vele andere bouwprojecten in Nederland werd voor de verbreding van de A6 gebruik gemaakt van het programma Aanpak Stikstof, oftewel PAS. De uitspraak van de Raad van State in mei dat dit niet langer mag, zorgt voor problemen. Inmiddels is er dus al een half jaar vertraging ontstaan. Toen het kabinet vorige week bekend maakte dat de maximumsnelheid op Nederlandse snelwegen van 130 naar 100 km per uur gaat, werd de A6 genoemd als een van de projecten die door die maatregel door kan gaan. Maar dat betekent niet dat het gemakkelijk is, zegt Rijkswaterstaat. Dankzij de snelheidsverlaging kunnen we door, maar we moeten nog wel zaken uitzoeken en uitrekenen. Zo zullen verkeersstromen en stikstofdeposities opnieuw moeten worden berekend. De puzzel voor dit soort projecten is ingewikkelder geworden. De verbreding van de A6 is een groot en qua planning complex project. Daarom zijn we voorzichtig in onze inschatting van mogelijke vertraging, waarmee we uit zijn gekomen op een schatting van 1 tot 3 jaar. Vanzelfsprekend zet Rijkswaterstaat alles op alles om het project zo snel als verantwoord mogelijk vlot te trekken, zodat we uiteindelijk zo dicht mogelijk bij 1 jaar vertraging blijven. Voorlopig blijft de weg er dus nog bij liggen zoals die nu is. 2 rijstroken elke richting op. En het is onduidelijk wanneer we hier echt de asfalteermachines aan de slag zien gaan.